Hoe gaat dit duel verlopen tussen de nummers 11 en 15 van de Eredivisie? Verschil op de ranglijst, 4 punten in het voordeel van RKC. Maar dat heeft nog wel een wedstrijd te goed. Aanstaande woensdag de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Seuntjens zien we ook weer. Dat begint langzaamaan te wennen. Het andere geel met blauw dan en niet groen. Hij staat in de basis net als 10 anderen die dat ook stonden in die 0-0 wedstrijd tegen Sparta. Alleen Kramer stond daar dus niet. Okili toen wel, die zit vandaag op de bank. Verder geen verrassing in de opstelling van RKC. Nou, morgen is Jozef Oosting, jarig nog even, heeft hij dezelfde leeftijd als conculega Dick Lukien, 50. Maar morgen dus 51, het is een beetje de Jozef Oosting wedstrijd vandaag. Romani in de basis bij Emmen, een van de twee wijzigingen. Mendes er natuurlijk niet bij na die verschrikkelijke overtreding van Mauro midweeks. De wedstrijd die werd gewonnen tegen PSV. Toen viel Romani al in. Hij mag vandaag dus starten. En Heilen, de Belgische centrale verdediger, staat voor de eerste keer dit seizoen in de basis. Mocht tot nu toe alleen maar invallen. Het is geen bewuste keuze voor Lukien. Dat heeft te maken met de blessure voor Araujo. Anita. Hassani. Lelieveld. Komt niet van Dirks af. Lelieveld nu wel. Poging tot voorzetten. Seuntjens. Dan is Dirks wat makkelijker kwijt en dan is daar de openingsgoal. Want Kramer zet er weer iets tegenaan. Of het nou een teentje is of een hakje. Wat maakt het hem uit? RKC al na 3 minuten op 1-0. Eerst kan die voorzet van Lelieveld er nog wel worden uitgehaald. Maar dan gaat Seuntjens op avontuur. En Dirks is hem ook heel snel kwijt. Is dit dan buitenspel? Hij lijkt toch ook wel achter de bal te staan. Dat is hier wat duidelijker te zien. Nou, dat is zeker het geval dus. Dan is het dat zeker niet. En rolt hij toch kunstzinnig af. Sivkovic, Romani meldt zich voor de goal. Maar zo snel kan Sivkovic de bal daar niet krijgen. Wel naar deze goede beweging. Adewoye is hij kwijt. Stinkende tackle van Bellassani. En die bal wordt zelfs nog door de man die hij in de sliding meeneemt als laatste aangeraakt. Lutonda. Bellassani. Clement. Lutonda kan de bal nog binnenhouden. Dat is geen slechte voorzet. Lelieveld. Ja, zo doe je dat. Wat een lekkere knal van Lelieveld. 2-0. Dat begint op een heel aardig verjaardagscadeautje, vervroegd dan wel, te lijken voor Oosting. Een 2-0 voorsprong binnen een half uur. Wat een wilde voor een ploeg die niet zoveel scoort. Maar het gaat toch wel heel makkelijk. En dan heeft Lelieveld echt alle tijd als opstomende rechtsback notabene om op die plaats na te denken wat hij met die bal zou kunnen doen. En de familie Oosting neemt er nog maar eens een lekker slokje op. Zivkovic. Die gaat liggen. Te makkelijk. En dus geeft Henschens een doeltrap. Ja, gaat ook veel te makkelijk liggen. Hij voelt wel contact, maar reageert daar heel erg laat op. Zo laat dat Henschens het waarschijnlijk bestempelt als aanstelleritis. Bellassani. Clement. Hij niet en Kramer niet. Lutonda wel. Van den Buis. De zweefduik van Van der Hart. Die de bal wel van ver zag aankomen. Sivkovic gaat zitten. En dan is Adewoye zo sportief om de bal buiten te schieten. Dan gaat
De spits er dus vanaf en komt er een andere spits voor in de plaats. Oussama Darfalou, zijn debuut voor FC Emmen. En zei hij tegen zijn coach, ik ben altijd goed tegen RKC. Ik score altijd tegen RKC, dus je moet me zeker gaan gebruiken. En dat doet Lucky dan ook. Navraag leert ons dat Zivkovic het in de hamstring is geschoten. Weer iemand in de lappenmand dus. Romani. Lelieveld ziet daar even geen andere oplossing. En Vaase is het daar wel mee eens. Toch nog een corner weggegeven naar die voorzet van Romani. Via die vrije trap lukt het niet om iets te creëren. Voetballend dus ook niet. Dan zal deze hoekschop zo'n beetje het laatste moment van helft 1 zijn. Bernardo. Diemers. En de kopbal van Darfalou. Zijn eerste moment als aanvaller van het shirt van Emmen. 0 punten zou Emmen uiteraard niet zo heel goed doen op de ranglijst. Kansen voor Volendam, Cambuur en Groningen om dichterbij te komen. De veilige plek waar Emmen nu staat. Eerste bal gespeeld door Belhassani en dan heeft RKC, als het heel snel speelt, een overtalsituatie. Clement, Kramer, voorleggen en niet binnenschieten. Seuntjens heel dichtbij, de derde voor RKC. Diemers, met het moment daarvoor, is blijven liggen en wordt nu door de scheidsrechter en één tegenstander overeind geholpen. Hij moet naar de VAR, Mark Nachtegaal. Is dit nou 100% rood? Het is zeker geel. Ik denk dat de scheidsrechter hier heel veel moeite mee heeft. Want hij wordt nu naar het scherm geroepen. Maar zal diep van binnen misschien denken, ja, ik vind dit geen rood. Wat doe je dan? Maar hij gaat hem wel geven. Hij gaat hem wel geven. Na lang nadenken, de rode kaart getrokken door Henschens en Belhassani moet er vanaf. Opgevangen door Allah. Meegenomen naar de kleedkamer. Diemers. Van den Buis. Zet zichzelf ervoor. Claim voor Hens, maar een hoekschop is ook hetzelfde resultaat. Hoekschop Diemers. Mutomba, Veendorp, dan blijft iedereen hangen en lopen ze elkaar in de weg bij Emmen. Want Romani wil afronden, maar hij is niet de enige. Darfalou is daar ook. En als niemand dan de bal raakt, maar de heren wel elkaar, is die bal in de handen van Vaase. Voorzet is goed en Darfalou. Hij scoort toch altijd tegen RKC, zei hij tegen Lukien. Maar de man van eigenlijk de enige twee echte pogingen tussen de palen weet het net nog niet te vinden. Bakari is helemaal alleen, moet dus wachten. Maar wachten, dat is toch saai?
is veel leuker. Geweldig. Hij krijgt ook een warm applaus van zijn eigen bank. Het meest frivole moment van de hele tweede helft zo'n beetje. Het komt van een speler die speelt in het team dat een rode kaart gekregen heeft. Maar die actie laat ook zien dat de drie punten binnen zijn. Nog een gele kaart voor Okili. Daar heeft RKC dan wel wat schade opgelopen. Aardig wat kaarten ontvangen vanavond van Henschens. Dit had ook een aardig feestje voor onze ogen kunnen zijn. Maar Vase voorkomt het. El Mesoudi. En nog een kans op wat waarschijnlijk een eretreffer was geweest. Darvalou niet als laatste. Dus komt er nog één corner. Nog één sprint dus van Diemers. En nog één vangbal voor Vase. Wedstrijd voorbij. RKC wint met 2-0. Een verschil dat werd gemaakt in de eerste helft. Waarin RKC goed voor de dag kwam. Emme heeft geen vuist kunnen maken. Ook niet toen Belhassani vroeg in de tweede helft met rood van het veld moest.